Van harte welkom bij de Beleggen.com podcast. En vandaag hebben we in de uitzending iemand die we vorig jaar, of het jaar daarvoor was het al, ook in de uitzending hebben gehad bij de video's. En dat is zo goed bevallen dat ik hem gelijk weer heb uitgenodigd voor een volgend interview. Zijn naam is Satilmis Erstin Tepe. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet de hele dag achter een scherm willen zitten, of veel risico willen lopen, geld met beleggen, met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. En het gaat volgens mij heel erg goed met jou en met je bedrijven, met de site. Ja. Het blijkt gewoon dat er een grote behoefte is in deze tijd aan goede informatievoorziening. En dat vinden beleggers heel aantrekkelijk en daarom komt ze ook op de site. Daarnaast hebben we ook een systeem bedacht waarin wij op lange termijn, 5,5, 6 jaar, een heel mooi rendement gehaald hebben. Zo'n 475% nu. Wauw. En dat doe je geloof ik met de DAX, als ik me niet vergis. Ja, ja, we handelen in de DAX alleen. Ja. En dat doen we dus. Vorig jaar hebben de beurs natuurlijk een klein plusje gemaakt. Maar wij konden heel sterk profiteren van die sterke bewegingen omhoog en omlaag. Daardoor hebben we een rendement van rond de 150% gehaald, 148%. Wauw. Dat is heel mooi. Het belangrijkste is bij die grillige bewegingen je hoofd koel te houden. En dat blijkt heel voor veel beleggers moeilijk te zijn om je hoofd echt koel. Bij de eerste daling vorig jaar in maart hadden we beleggers misschien het idee van, ja, dat gaat nog sterker naar beneden vanwege de corona, et cetera. Maar het tegenovergestelde gebeurde, die koers herstelde weer even snel. En dat vergt natuurlijk heel veel discipline voor beleggers. En ja. Dat kunnen wij dus bieden door die automatische systeem. Die heeft geen emotie. En die handelt puur alleen op bepaalde regels. En die kan zowel op die stijging als die daling inspelen. Oké, dat is interessant. Dus je gaat ook, je maakt ook gebruik van die dalingen. Dus je gaat er short, ja, zeg maar, in de markt. Ja, ja, klopt. Dus het systeem kijkt de hele tijd naar die koersen en denkt van, ja, is het nu tijd om met die beweging mee te gaan, short te gaan, of juist te profiteren van die beweging omhoog? Ja. En het belangrijkste punt wat eigenlijk beleggers vergeten is op tijd verlies te nemen. En dat blijkt zeer moeilijk te zijn. En klopt. In het leven is dat eigenlijk heel belangrijk dat je altijd op tijd je verlies ineens neemt. Dan, ja, kun je gewoon weer verder, want dan kun je weer je geld, kun je weer allokeren naar een goede belegging toe. Maar als je te lang wacht en je verlies te laat oplopen, dan wordt het een vicieuze cirkel. Ja, want dat is een van de belangrijkste dingen. Onze menselijke emotie staat ons vaak in de weg. Ja. Hè? We zijn natuurlijk gewoon geneigd om de pijn uit te stellen. Hè? Niet het verlies te accepteren en gewoon zeggen, nou, weet je, we kijken het nog heel eventjes aan. Ja. Vaak wordt het dan inderdaad van kwaad tot erger. Ja. Of aan de andere kant krijg je mensen natuurlijk weer hoogtevrees. Hè? Want krijg je op dit moment al hoogtevrees op de beurs? Heb je daar last van? Nou, dat is dus een punt wat ik over na heb gedacht. Ik heb geen hoogtevrees op dit moment. Ik zie ook waar die koersen eindigen. Want enerzijds heb je natuurlijk een coronacrisis. Maar anderzijds heb je die digitalisering die eigenlijk sterker is doorgezet. De coronacrisis heeft eigenlijk alle bewegingen die al gaande waren sterker gemaakt, sterker ingezet. Dus de digitalisering is verder aangesterkt. Kunstmatige intelligentie komt eraan. Je hebt zelfrijdende auto's. Die technologische ontwikkeling is door die coronacrisis ook versneld. Dus daardoor is, verrassend genoeg, dat die beurs niet erg sterk gedaald, maar het is een herallocatie dus geweest van oude economieaandelen, zeg maar, naar nieuwe economieaandelen. De zogenaamde FANG-stocks, de tech-stocks. Ja, want we zien dat bijvoorbeeld een Facebook en een Google en een Amazon natuurlijk gewoon fantastisch hebben geprofiteerd van wat er nu gebeurt. Iedereen gaat natuurlijk online en iedereen bestelt online. Iedereen volgt trainingen online. Want
ja, ik zie dat in ieder geval ook, dat steeds meer beleggers in ieder geval dankbaar gebruik maken van Zoom. En zich ook inderdaad gewoon het voordeel inderdaad nu inzien, dat ze dus niet de deur uit hoeven, maar gewoon vanuit hun eigen huiskamer gewoon alles kunnen volgen. En ik denk zelfs dat die trend blijvend zal zijn, ook nadat de coronacrisis voorbij is, of dat een volk op een gegeven moment effectief genoeg weerstand biedt tegen het virus. Dan zal nog steeds die digitalisering zich doorzetten, want mensen ervaren nu ook het voordeel daarvan ook. Ja, ik denk dat dat heel veel voordelen biedt inderdaad. Aan de andere kant zien we ook wel weer heel veel schade aan de economie. Want hoe kijk je op dit moment aan tegen bijvoorbeeld de winkeliers, de horeca en dergelijke die op dit moment op slot zitten? Want daar is natuurlijk niet echt een vervanging voor natuurlijk. Hè? Ja, als er één ding wat de coronacrisis geleerd heeft, is dat hoe snel je moet aanpassen aan de economie en aan de omstandigheden. Sommige winkeliers die hebben zich heel snel aangepast en die kunnen nu profiteren juist van de coronacrisis. Door die webwinkel te openen, door misschien acties op touw te zetten waarbij ze iets kunnen verkopen. Maar als je als winkelier gewoon afwacht totdat weer alles open gaat, ja, dat gaat je heel veel geld kosten, zeg maar. Ja. Dus, het is niet het zeer. Het virus is zelf eigenlijk neutraal iets. Maar het gedrag van mensen op het virus, dat is sociaal en persoonlijk. Dus het gedrag van jou als winkelier op zo'n crisis, dat bepaalt jouw overlevingskans. En zie jij dat bijvoorbeeld, want je handelt veel op de DAX 30 fondsen, zie je dat die op een goede manier daarmee mee omspringen op dit moment? Nou ja, er zijn dus ook fondsen, bedrijven die inspelen op die trend en juist profiteren. Maar de DAX is meer een soort oude economie gebeuren, waar bijvoorbeeld bedrijven als SAP, die kunnen er wel van profiteren. En die maken juist meer winst door de coronacrisis. Dus die waterscheiding heb ik wel gezien, zeg maar, heb ik wel gezien. Ja, want het is wel opvallend inderdaad dat een bepaald aantal aandelen heel erg goed doet. En als ik bijvoorbeeld kijk op de Nederlandse AEX, een ArcelorMittal heel ver is weggezakt. Wel weer is opgeveerd. Een ABN AMRO en ING bijvoorbeeld het heel erg slecht doen. Terwijl bijvoorbeeld een ASML en een ASMI, die doen het ook weer fantastisch. Ze zitten echt in die tech-scheiding. Dus dat is wat je zegt, die waterscheiding, die is duidelijk zichtbaar. En, maar kijk je ook zeg maar, naar de onderliggende aandelen of kijk je puur alleen maar gewoon naar de beweging van de dag zelf? Ik neig meer om naar bredere trends te kijken, naar de individuele aandelen. Dus wat ik zie is, 1 is een vlucht naar digitalisering. 2 een vlucht naar meer grondstoffen aandelen en grondstoffen toe. 3 is er nog steeds een deflatiespiraal aan de gang eigenlijk. Ondanks dat we nu een hiccup in inflatie hebben, denk ik niet dat die inflatie zich door zal zetten. Ten vierde zien we effecten rond klimaatcrisis aan de gang. Dus dit zijn eigenlijk de grootste ik raad beleggers meer aan om naar heel grote lijnen te kijken. En binnen die lijnen kunnen we kijken naar aandelen die geschikt zijn om te kopen, om te profiteren van de trend. Dus die klimaatcrisis is belangrijk, dat we bijvoorbeeld zonnepanelen hebben, dat we ESG-bedrijven op dat ESG storten, zeg maar. Daarnaast die digitalisering is belangrijk, dat beleggers zoeken naar bedrijven die meer van die digitalisering kunnen profiteren. Robotachtige techniek, kunstmatige intelligenties. Ik zou ook bijvoorbeeld adviseren om beleggers een heel grote, rijke man te volgen. En te kijken wat zij doen eigenlijk. Bijvoorbeeld een Elon Musk, wat hij nu mee bezig is. Dat is natuurlijk indrukwekkend. En hij sorteert natuurlijk al op een aantal trends voor. Natuurlijk heb je de Bitcoin-trend ook. Die zal ook sterker worden, volgens mij.
Dus dat zijn eigenlijk meer de thema's. Ik kijk meer naar thema's. En ja, binnen de DAX, die beleggen we meer op indexniveau. En we kijken niet echt naar de individuele aandelen. Nee, dus je hebt gewoon het systeem en het systeem dat Ja. herkent gewoon, Ja. zitten we in een stijgende trend, zitten we in een dalende trend, Ja. moeten we daarop aanpassen? En zit je dan vrij kort op de bal of kijk je dan meer naar de langere trends? Hoe kijk je naar de DAX op dat Dat gebied? de aantal kenmerken, de essentieel kenmerk van dat systeem is en blijft voor beleggers het moeilijkste wat ze kunnen doen, is op tijd verlies nemen. En als je dat kan, dan heb je kans dat je uiteindelijk aan het eind van de rit, misschien over 15 jaar, toch nog met winst de boel kan verkopen. Dus je portefeuille op winst kan uithalen. Dus als wij een transactie aangaan, dan plaatsen we gelijk een stop los, heet dat. Dus een niveau waarbij, als de koers dat niveau raakt, stappen we uit de markt. Nemen we ons verlies. Dat is dus heel belangrijk. Het tweede is, wij gaan niet uit van één dag in en uit, et cetera. Maar we proberen zoveel mogelijk in die trend te blijven zitten, als we die trend te pakken hebben. Dus enerzijds heb je verliesbeperking, anderzijds heb je winstmaximalisatie. Dus probeer zoveel mogelijk met die trend mee te gaan. Als je die twee combinaties hebt, biedt het een vruchtbare grond om winst te maken. En kijk je dan zeg maar naar de daggrafieken of kijk je naar uurgrafieken of weekgrafieken? Wat heeft je voorkeur of maak ik een combinatie? Focus hebben we toch ja, iets voor de lange termijn, daggrafieken, maar we maken een combinatie van grafieken. We kijken bijvoorbeeld naar de dag, wat die doet, wat die bijvoorbeeld een weekgrafiek doet, wat een maandgrafiek doet. Op basis daarvan kunnen we ook een trend bepalen. Dus voor een trader zou ik dus adviseren om eerst ook te kijken naar lange termijn bewegingen, wat die op maandbasis doet. En binnen die lange termijn trend kun je weer kijken naar subcycles, subtrends in die grote beweging. Dus naar maand, week, dag te kijken. En welke trend bespeel je dan met name? Want ik neem aan dat je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld naar de grote trend op maandbasis is bijvoorbeeld positief. Ja. En ga je dan vervolgens inzoomen op een kleine timeframe om te gaan kijken hoe ga je daarop op inspelen? Of Als een maandgrafiek positief is, dat wil zeggen, dan heb je gelijk een strategie, is kopen op dips. Kopen op dips. Dus dan zeg je tegen jezelf, de lange termijn is kopen op dips. Dus iedere keer als een koers daalt, wordt gekocht. Coronacrisis, dip, gekocht. Nou, als een weekgrafiek ook positief is, dan zeg je oké. Zowel de lange termijn als de middellange termijn is positief. En als de daggrafiek een beetje negatief is, zeg je, nou, ik speel die daggrafiek een klein beetje en ik weet ongeveer wel waar ik dan moet uitstappen, zeg maar. En dan kan ik weer long gaan. Profiteren van die stijging. maar heb je dat systeem helemaal volledig geautomatiseerd of maak je ook gebruik van zeg maar je eigen visie op wat er op dat moment gebeurt? Dus, of Nou, ik heb ook zelf getraind, heel veel getraind, misschien wel 10 uur per dag. En aan het eind van de dag had ik geen winst of kleine winst. En ik was eigenlijk zo druk mee bezig dat ik gewoon geen privé-tijd meer had voor mezelf en voor vrienden, kennissen. En ik was er constant mee bezig. Maar ik haalde maar heel kleine winst eigenlijk. Of ja, eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik haalde ook veel verlies. Ik maakte ook verlies eigenlijk. Want wat deed ik? Ik pakte de kleine winsten en liet de grote verliezen lopen. Het omgekeerde wat je eigenlijk zou moeten doen. Dus op een gegeven moment kwam ik dus tot het idee om tegen mezelf zei ik, dit kan zo niet langer. Dus op een gegeven moment heb ik al die regels bestudeerd en heb ik een robot gemaakt. Dat het automatisch voor mij doet. En dat ik dus geen emotie heb en vrije tijd heb voor mezelf. Dat automatisch beleggen is dus helemaal geautomatiseerd nu.
Dat is wel heel indrukwekkend. Dus je hebt al je ervaring genomen, geprogrammeerd in die robot. Ja. Met dus het grote voordeel dat jij dus niet meer de emoties voelt die je normaal gesproken in de weg zetten. En dat puur gewoon die robot, dat eigenlijk gewoon dat die emotie eigenlijk op die manier voor je uitschakelt. Ja. En je hebt vrije tijd. Dat is ook heel belangrijk in deze tijd. Ja, precies. En ook doen wij bijvoorbeeld no cure, no pay bijvoorbeeld. Wij rekenen alleen maar winst als de klant winst heeft. En dat vind ik ook een heel eerlijk concept eigenlijk. Ja, dat is ook heel, heel netjes inderdaad. Ja. Gaat dat dan niet, zeg maar, want sommige mensen zeggen dan van ja, dat gaat ook wel soms, loop je dan het risico dat je misschien te veel risico's gaat lopen op en dat eventjes misgaat om te zeggen, nou, we gaan nu gewoon kiet of dubbel spelen. Of zit je toch veel meer voor de lange termijn erin, dat je zegt van nou ja, ik ga er gewoon vanuit, het systeem werkt. Ja. Want je hebt zeg maar, je draait nu 6 jaar met het systeem ongeveer? 5,5 jaar, nu 2015. Ja. En vorig jaar dus 150% rendement, terwijl de DAX zelf in ieder geval niet echt per saldo van zijn plaats is gekomen. Ja. Dus de reden was dus dat wij zowel van die heftige dalen naar beneden, als naar die stijgen naar boven konden profiteren. En dat was gewoon heel, heel mooi natuurlijk voor onze klanten. En krijg ook de waardering daarvoor. Ja, dat is heel indrukwekkend. Want ik heb heel veel verschillende systemen gezien die allemaal een stuk minder natuurlijk gewoon hebben gepresteerd. Want vorig jaar was natuurlijk gewoon een vrij turbulent jaar. We hebben natuurlijk het voorjaar eerst natuurlijk de coronacrisis die uitbrak. Vervolgens dachten beleggers inderdaad gewoon van nou, dit gaat helemaal mis. Dit gaat veel verder naar beneden. Maar ja, de stijging die we daarna hebben gezien was ook gewoon ongekend snel. Dus waar het precies vandaan komt, dat lezen we misschien volgend jaar in de kranten. Ja. Maar het was een vrij turbulente markt natuurlijk. Met diepe dalen en hoge toppen. Dus ondanks dat moeilijke jaar konden we daarvan profiteren, omdat wij geen mening over de markten in feite. Wij profiteren alleen maar van die stijging en die dalen. Dus eigenlijk 3 punten. We kunnen zowel naar boven als naar beneden kijken. Dus vooral profiteren van stijging als daling. Tweede punt, we hebben dus altijd een stop los, zeg maar. Zodat ons behoefte voor grotere verliezen. En ten derde, we profiteren van die trend. Zoveel mogelijk van die trend. Dus probeer die winst te maximaliseren. Die 3 punten, die maakten dat wij een heel goed jaar hebben gedraaid. Nou, ik ben echt onder de indruk van dat soort rendement. Het is, mijn... Beleggers kunnen op onze site kijken voor meer informatie. Maar ook altijd raadplegen wanneer ze willen. Kan je even de naam van jouw website noemen? De kritische belegger. De kritische belegger.nl. Dus daar kunnen ze ook alle informatie vinden over het systeem. Ja. En dat is hetgene waar jij je dus vooral op focust of alleen op focust? Want... Kijk je ook nog naar andere, heb je ook nog andere systemen draaien? Of beleg je ook nog op een andere manier? Nee. Ik ben van mening, als je 1 systeem hebt die werkt, dan moet je daar gewoon aan vasthouden. En niet de heel 5, 6 in het systeem brengen. Daarnaast doen we natuurlijk, schrijven we dagelijks over de financiële markt. We hebben een gratis blog waarin we beleggers van informatie kunnen voorzien. Maar eigenlijk gebruik je dan die informatie niet, als ik het goed begrijp. Hè? Want je volgt toch het systeem. En het systeem... Ja, maar mensen willen toch op de hoogte willen gehouden van wat er gebeurt op de financiën. Of zilver, goud, DAX, wat er gebeurt. Ja, dat is, ik vind het ook belangrijk om beleggers te informeren daarover. Ja. En wat is jouw visie op dit moment op goud en zilver? Hoe zie je dat op dit moment? Nou, in een wereld waarin de reële rente negatief is, zie ik goud niet zo snel meer dalen, zeg maar. En we hebben natuurlijk een nieuwe top gezien in goud. Dat betekent al dat de markt gesignaleerd heeft dat die downtrend voorbij is geweest. En zolang wij nog in die uptrend zitten, ik schat rond de $1500, is de bodem, zeg maar. Dat we nog steeds dat goud en zilver nog steeds een hogere top zal maken. En voor zilver geldt het ook hetzelfde. Maar zilver is natuurlijk een ander verhaal, omdat een
een top is gezien van $50 natuurlijk. En zilver is nog steeds in een retrace mode, een herstelbeweging gaande. Want zie je meer kansen nu voor zilver dan voor goud bijvoorbeeld? Ik zou meer voor zilver kiezen op dit moment. Die potentie van aantrekkende economie na de coronacrisis en de industriële toepassingen van zilver hebben natuurlijk meer opwaartse kracht dan goud. Terwijl goud meer een monetair fenomeen is. Ja, en nu ook een beetje het spel, hè, dat er geprobeerd wordt ook door middel van een short squeeze om die uit te lokken. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, die toont natuurlijk hoe onrechtvaardig onze maatschappij is eigenlijk. Dat een kleine groep mensen een heel groot gedeelte van de aandelen in handen hebben. Dat is eigenlijk de boodschap daarachter. Dat grote bedrijven, institutioneel banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen het spel op de financiële markten kunnen maken zoals ze dat zelf willen. Maar nu een koekje van eigen deeg hebben gekregen. Ja, dat is best een interessant spel natuurlijk wat er is gespeeld met GameStop. En dat willen ze ook, heb ik begrepen, ook proberen te herhalen met zilver. Denk je dat ze daarin slagen? Want ja, de banken die short gaan, dat zijn natuurlijk grote partijen. Dus hoe diep zijn hun zakken? Kunnen ze dat voorkomen? Ik denk dat kleine beleggers dat niet kunnen voorkomen op lange termijn. Nee. Dat het te onevenwichtig verdeeld is. De aandelenbelangen, de positiebelangen zijn te onevenwichtig verdeeld om op grote termijn echt een beweging te maken, zeg maar. Maar bijvoorbeeld GameStop, dat is een klein aandeel geweest, daar konden ze erin, dan konden ze die koers echt beïnvloeden. Maar echt grotere beleggingen als goud of zilver misschien nog wel, zoals dat de Gebroeders Hunt gebeurd is, zeg maar. Dat zou nog wel kunnen, maar ja, niet echt een heel grote aandelen, denk ik. En als je kijkt zeg maar, naar de manier, bijvoorbeeld een ETF zoals SLV, hè, dus die ook fysiek in het zilver belegt, die gaf ook aan dat ze moeite hebben om voldoende fysiek zilver te vinden, wat als dekking moet dienen. Want dat is, er wordt natuurlijk zoveel meer op papier gehandeld in zilver dan er überhaupt dan er is. Hè? Dus dat kan natuurlijk de banken op die manier natuurlijk wel in de problemen brengen misschien. Ja, dat denk ik ook. Het is natuurlijk een demonetarisering van zilver op dit moment. Dat een grondstof met fysiek waarde eigenlijk de beste belegging is. Ik zou meer fysiek zitten dan op papier op dit moment. Ja. Want hoe kijk je aan tegen zeg maar, hoeveel geld er op dit moment wordt bijgedrukt? Als je kijkt zeg maar, naar de M1 geldvoorraad bijvoorbeeld, als je naar die grafiek kijkt. Dan zie je op dit moment dat er zo ontzettend veel geld wordt bijgedrukt door de hele coronacrisis. Verwacht je dat gaat leiden tot bijvoorbeeld inflatie? Ik verwacht geen inflatie, maar meer inflatie op de financiële markt eigenlijk die nu gaande is. Het geld wordt nu meer op de financiële markt gelegd dan dat het tot uitdrukking in de prijzen komt. En we leven natuurlijk in meer vergrijzende samenlevingen en die herkennen dat het niet deflatoir is dan inflatoir. Ja, het zijn natuurlijk twee krachten die op elkaar inwerken. Aan de ene kant zien we natuurlijk gewoon door een groot aantal faillissementen. McKinsey voorspelde eind vorig jaar dat de helft van het middenkleinbedrijf voor het einde van 2021 failliet is. Ja. Dat heeft natuurlijk een enorm deflatoir effect. Alles geld wat is gecreëerd verdwijnt dan. En ja, als bedrijven failliet gaan, dan komt het ook niet meer terug natuurlijk. Wordt het uit de relatie genomen. En aan de andere kant zie je natuurlijk dat de overheden ontzettend veel geld bijdrukken om aan steunmaatregelen te dienen. Dus het zijn natuurlijk twee krachten die op elkaar inwerken. Mm-hmm. Heb jij het idee dat elkaar in balans kan houden? Ik denk nog steeds dat de trend deflatie is. En dat inflatie contratrend is. Je moet eigenlijk op elk moment van een fenomeen kijken naar twee bewegingen. Wat is de trend en wat is de contratrend? Of tegen tendens eigenlijk. De tendens is nog steeds dat we goedkope producten uit China halen, dat we het proces van digitalisering krijgen, dat we minder arbeidskracht nodig zullen hebben en dat we in een vergrijzende samenleving zitten, dat mensen meer spaarders worden dan investeerders in feite.
En dat drukt natuurlijk al die prijzen omlaag. Deze coronacrisis heeft geleid tot een iets meer inflatoire beweging, omdat naast monetaire expansie wij ook een fiscale expansie hebben gekregen. Op termijn zal het ook de balansen van overheden natuurlijk verslechteren en beleggers zullen natuurlijk een hogere premie gaan vragen voor de obligaties en daarom misschien een stukje inflatie mee creëren. Maar fundamenteel denk ik nog steeds dat er een deflatoire golf aan de gang is. En die zal niet zo snel ophouden, tenzij we weer die vergrijzing ongedaan kunnen maken, dat we weer vergroening krijgen, zeg maar. Ja, want in bepaalde landen speelt het natuurlijk minder dan bijvoorbeeld in Europa en in de Verenigde Staten. Daar zien we natuurlijk echt een sterke vergrijzing. Japan is daar ook een mooi voorbeeld van. Ja. Wat natuurlijk al jaren in een deflatoire scenario zit. Ja. Dus die demografie is niet zomaar eventjes natuurlijk gewoon veranderd. Ja. Dus dat zijn natuurlijk belangrijke ontwikkelingen. Want hoe kijk jij zeg maar verder aan tegen de hele corona-ontwikkeling met toch ook de risicogroep, hè, de oudere mensen, dat die zeg maar nu natuurlijk toch wel een groter risico hebben om te overlijden. Hè. We zien in ieder geval de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden met corona is 81 jaar. Zorgt dat er ook voor dat soort economische ontwikkelingen ook zeg maar... te zien gaan worden, zeg maar, in de economie. Dus dat met name de wat oudere mensen sneller overlijden? Nou ja, wat we tot nu toe hebben gezien in de coronacrisis, is dat bestaande wegen zijn al versterkt geworden. Dus wat we hebben gezien, digitalisering is versterkt geworden. Die ouderen natuurlijk, daar moet nog die zorg... Het is aan de oppervlakte gekomen hoe het zorgsysteem ons in de steek kan laten, dat we veel meer geld moeten uitgeven aan ouderenzorg en veel meer uit moeten geven aan preventie. Dus ik denk dat het daar wel duidelijk is geworden hoe we dat kunnen verbeteren. Ja, ja, want er is enorm bespaard natuurlijk gewoon de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld op het aantal IC-bedden. Ja. We hadden 5 jaar geleden 2200 IC-bedden, nu zijn er nog maar 1100 bedden. Er zijn er wel wat bijgekomen nu in de afgelopen maanden. Maar ja, dit is natuurlijk een bijzondere strategie natuurlijk, hè, dat in een vergrijzende samenleving je natuurlijk het aantal IC-bedden gaat halveren. Ja. Dan loop je dat heel snel dat tegen het... want het is veel meer een zorgcrisis. We zien met name natuurlijk dat de oudere mensen zeg maar in het ziekenhuis of op de IC belanden. En dat de jongere mensen eigenlijk niet heel veel last hebben van corona. Ik geloof dat de infection fatality rate, hè, als je corona hebt onder de 70 jaar, is dat 0,05%. Hè? Dus dat is minder eigenlijk dan een stevige griep. Dus, ja. Maar met name gaan bezuinigen op gezondheidszorg met een vergrijzende samenleving is natuurlijk misschien niet het heel slimste om te doen. Hè? Ja, precies. Ik denk niet dat het een gezondheidscrisis is, maar dat het een sociale crisis is. Dat we vergeten keuzes te maken van wat is nou voor ons belangrijk eigenlijk als maatschappij. Ja, ja. Maar ja, het werkt natuurlijk wel enorm door. Hè? Dus de lockdowns, de avondklokken en dergelijke hebben natuurlijk een enorme impact op de economie. Dat treft natuurlijk gewoon heel veel mensen, dus ook mensen zeg maar onder de 80 jaar. Wat vind je van zo'n voorspelling zoals McKinsey, dat die verwacht dat zeg maar de helft van het aantal midden- en kleinbedrijven zeg maar in de komende maanden in ieder geval failliet zal gaan? Ik denk dat het reëel kan zijn, mits die bedrijven voldoen. Als die bedrijven niet voldoende aanpassingskracht hebben en veerkracht hebben, ja, dan lopen ze groot gevaar, denk ik. Ja. Maar dat is natuurlijk vreselijk nieuws. Ja, ja. Nou ja, vooral waar ik me persoonlijk zorgen over maak, is het feit dat we weten dat 2/3 van de werkgelegenheid door het middenkleinbedrijf wordt gegenereerd. Ja. Dus ja, als de helft van het aantal middenkleinbedrijven dus failliet gaat, betekent dat dus dat 1/3 van de werkgelegenheid verdwijnt in Nederland. Ja. Maar tegelijkertijd zie je wel dat er een soort optimisme is, dat zodra die vaccinatieronde afgerond is, dat we gelijk open kunnen gaan en dat gewoon alles
weer gevuld kan worden en dat de economie weer op gang kan komen. Dat is wel de belofte, zeg maar, ook op de financiële markten daarin. Nou ja, waar ik me dan ook gewoon wel zorgen over maak, is zo'n virus muteert. Hè? Er zijn nu geloof ik nu al 1000 verschillende varianten inmiddels van het coronavirus. Dus op het moment dat je laat vaccineren en er komt weer een variant, ja dan moet je natuurlijk gewoon eigenlijk dagelijks je laten vaccineren voor weer het volgende virus. Nou, het zal toch een seizoensvirus worden. Dat we in de zomer hebben gezien dat we veel minder last krijgen dan in de winter. En dat het zo'n griepfenomeen wordt, dat we in de herfst steeds opnieuw gevaccineerd moeten worden. En ja. dat het naartoe zal gaan dat vooral de risicogroepen die vaccinatie krijgen. Zoals bijvoorbeeld mijn moeder krijgt ook ieder jaar een griepvaccin. Dat risicogroepen eerst dan gevaccineerd worden en niet meer de hele groep, de hele samenleving moet gevaccineerd worden. Ja. Zo, dat heeft ook de Britse minister gezegd, van dat het wellicht dat corona niet nooit voorbij zal gaan, maar dat we gewoon elk jaar een nieuw vaccin, griepvaccin moeten, zo'n coronavaccin moeten halen. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik maak me daar wel wat zorgen over, omdat het natuurlijk gewoon, ja, vaccinatie, we zien nu in ieder geval ook dat het toch tot grote problemen kan leiden. Het is ook een experimenteel techniek die ze gebruiken, hè, met een RNA-virus. Het is in ieder geval nog niet eens op dieren getest en het wordt nu op grote schaal wel getest. We zien ook steeds meer verhalen in de media over verzorgingshuizen waar gevaccineerd is en waarbij dan grote groepen na de vaccinatie ineens positief testen op corona. Ja, en ik vraag me dus ook af of het verstandig is om, zeg maar, gezonde mensen te vaccineren die een goed afweersysteem hebben. Die hebben gewoon hun T-cellen, hun B-cellen die er kunnen voor zorgen dat we uiteindelijk er toch gewoon, ja, virussen te lijf kunnen gaan. Dus dat is, zag ik een artikel in HP De Tijd ook gewoon, dat het ook in ieder geval iemand die dus ook aangaf dat het, ja, onverstandig is om alle gezonde mensen te vaccineren die, ja, van nature natuurlijk gewoon het virus gewoon prima de baas kunnen. Ja, ik denk dat het nog steeds veel dingen onduidelijk is. En dat de overheid veel meer informatie beschikbaar moet stellen en ook duidelijk moet maken aan de bevolking wat is nou de risico die er loopt en wat is het vaccin en wat doet het precies? Dat er gewoon misschien van avond moet georganiseerd worden, waarin al die risico's helder in beeld gebracht moeten worden. Ja. Ja, en natuurlijk objectief, hè? Want je ziet natuurlijk ook dat heel veel artsen, wetenschappers en dergelijke die een ander geluid laten horen dan de World Health Organization, dat die dus ook gelijk van Twitter, van Facebook, van YouTube worden verwijderd. Dus we krijgen natuurlijk maar een eenzijdige berichtgeving op dit moment. Het moet in lijn liggen met de visie van de overheid. Ja. En als dat niet is, dan mag er geen, in ieder geval geen enkel tegengeluid zijn. Hoe kijk je naar dat soort ontwikkelingen? Nou, ik prijs me gelukkig dat er gewoon internet is. Dat er toch een vrije samenleving is waarin we al onze mening kunnen geven. En dat is heel belangrijk in deze tijd. Ja. Dus dat, volgens mij moet dan ieder mens een eigen afweging maken van, ja, wat zijn de risico's? Hoe kan ik meer informatie vinden over het vaccin en wat doet het precies? Dat is allemaal mogelijk, dat we het zelf kunnen opzoeken. Dat vind ik een heel goede zaak. Ja, ja. Ja, alleen is dat natuurlijk denk ik wel door de censuur van onder andere Google, van YouTube, zeg maar, is het wel moeilijker geworden om uiteindelijk achter die informatie te komen. Want het is, alles wordt weggecensureerd. Er worden Tweede Kamerleden, zelfs de minister-president van de Verenigde Staten wordt van Twitter gegooid. We leven wat dat betreft in dat opzicht natuurlijk wel in hele, 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 hele bijzondere tijden. Dat is waar, maar ik denk hetzelfde wat in Amerika gebeurt, is dat er alternatieve netwerken worden opgericht. Bijvoorbeeld wat WhatsApp gedaan heeft, dat was gewoon niet eigenlijk acceptabel. Nu zie ik elke dag meer mensen naar andere diensten overstappen. Dus een switch naar een informatieplatform, dat is snel gemaakt ook. We hebben de mogelijkheid om ook ons eigen platform te kunnen creëren.
Ja, want je ziet nu iedereen op Telegram, op Signal verschijnen en ja, steeds meer mensen. Maar in Amerika is bijvoorbeeld, ondanks dat hij van de Trump van Twitter afgegooid is, kan hij misschien zeggen, ik kreeg een apart eigen platform. En binnen een week of binnen 2 weken is dat al geregeld en kan hij via dat platform zijn aanhang toespreken. Maar het is wel breed, hè? Je ziet het op zowel op YouTube, je ziet het op Twitter, je ziet het op Facebook, maar op Google. Maar die bedrijven als YouTube of Facebook, dat zijn geen echte bedrijven eigenlijk. Dat zijn alleen maar platforms eigenlijk. Een platform, een schil, dat kun je zo heel snel uitschillen en een andere schil opzetten. Ja, je ziet inderdaad wel steeds meer videoplatforms die behoorlijk groeien. Ja. Waar dus niet de censuur op wordt toegepast, ja. Zoals bijvoorbeeld op een YouTube. Ja, dus dat verwacht je daar in ieder geval ook een verdere spreiding? Want op dit moment is natuurlijk de macht vrij groot, hè, van een paar grote bedrijven zoals Amazon, Google en Facebook. Verwacht je daar ook een verdere versnippering in? Ja, het is al bijvoorbeeld snel te zien, zoals een opkomst van TikTok bijvoorbeeld. Dat is ook razendsnel gegaan. Dus die platform, die kunnen zich heel snel, een alternatief platform kan zich heel snel ontwikkelen. Wat dat betreft ben ik daar niet zo erg bezorgd over dat Google en YouTube voor jaren onze visie zullen bepalen. Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk voor het openbare debat. Ja. Dat in ieder geval diverse meningen kunnen worden gehoord. Hè? Want als je maar één mening mag verkondigen, dan kom je natuurlijk langzaam en zeker natuurlijk gewoon in een dictatuur uit. Dat is natuurlijk niet hetgene denken waar we naar zouden moeten streven. En ook een dictatuur is nooit goed voor de creativiteit in de samenleving. Nee, klopt. En dat hebben we natuurlijk toch wel gewoon nodig met alles wat er nu gewoon gebeurd is. Dat we je schetst het al, hè, een belangrijke ontwikkeling. Natuurlijk gewoon hele online ontwikkeling. Dat we steeds meer gebruik gaan maken van die techniek. Dus daarom is die creativiteit is daar op dit moment ook natuurlijk een belangrijke factor natuurlijk gewoon in. Ja, ja. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind het in ieder geval weer bijzonder interessant om jouw visie op dit moment weer te vernemen. Want we hebben natuurlijk gewoon, dat was denk ik alweer 2 jaar geleden het gesprek gehad. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Het is ook weer heel mooi om te zien dat je heel duidelijk vasthoudt aan jouw eigen systeem, jouw strategie om puur te volgen op het DAX. Dat is hetgene wat voor jou gewoon uitstekend werkt. Ja. En nogmaals maar complimenten voor dit soort fantastische resultaten om daarmee te halen. Zeker in deze tijd waarin natuurlijk de markt enorm bewegelijk is. Dus dat het systeem in ieder geval ook vrij robuust blijkt werken. Ja. En dat je daarnaast ook natuurlijk bezig blijft om mensen te informeren over wat er op dit moment gebeurt in de wereld. Wat zijn de trends, wat zijn de ontwikkelingen om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus, ja, en in aansluiting van jou, Harm, wat jij zei. Wij kunnen op een onafhankelijke manier alles publiceren wat wij willen. Wij zijn niet een onderdeel van een financiële instelling. Dat vind ik ook belangrijk in deze tijd. Dus dat wij niet een onderdeel van een Google of een YouTube of een bank of een vermogensbeheerder zijn. Dat vind ik ook heel mooi, om een tegenwicht te bieden aan. Nou, we kunnen bijvoorbeeld over Bitcoin schrijven, we kunnen over goud schrijven, of we kunnen over Martin Armstrong schrijven, zeg maar. Dat wat de mainstream media niet doet, kunnen wij gewoon doen. En dat is mooi ook. Ja, en ook noodzakelijk, denk ik. Ja. Er moet in ieder geval ruimte zijn voor andere geluiden dan alleen het 8-uur-journaal. Ja. Want daar hebben we natuurlijk toch, over het algemeen horen we daar dezelfde verhalen. En ik denk zeker in deze tijd dat het belangrijk is om zoveel mogelijk artsen, wetenschappers, deskundigen op allerlei gebieden ook aan het woord te laten. Dus, dat is zeer met je eens. Nou mooi, hartstikke goed. Mag ik jou in ieder geval ook vast uitnodigen dan voor weer een volgende keer een update. Want ongetwijfeld zullen er weer nieuwe ontwikkelingen natuurlijk gewoon gaan gebeuren. Om dan op niet al te lange termijn nog eens een keer zo'n gesprek te houden. En eens te kijken van wat op dat moment de stand van zaken is binnen de economie. En wat voor wijze lessen jij kan meegeven die jij zelf hebt opgedaan aan mensen die zelf beleggen.
Dat zou ik denk ik leuk vinden, Harm. Ik vond het echt leuk om met jou weer te spreken. Nou, mooi. Hartstikke goed. Insgelijks. Ik nou, wil je ontzettend bedanken in ieder geval voor je tijd en dat je hebt toegezegd om ja, jouw visie te geven. Dus nou, hopelijk dus binnenkort dus weer een nieuw interview ook. Wil je op de hoogte blijven van de informatie op deze podcast? Abonneer dan eventjes op deze podcast, zodat je alle afleveringen op tijd dat er een melding van ontvangt. Zodat je in ieder geval helemaal niks hoeft te missen. Dus ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken. De kijker ontzettend bedankt. En graag tot, ja, tot de volgende keer. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.